Yo, mijn naam is Tito en wat leuk dat je weer kijkt. Ja, dames en heren, dit is Minecraft Survival deel 17 alweer. Vandaag ga ik een beginnetje maken van mijn Desert Village. Of een woestijndorp. Ja, hoe je het ook kan noemen natuurlijk. En dan ga ik aan deze kant ga ik dat doen. Aan de andere kant, zoals je kan zien, daar is mijn andere bouwwerksels. Maar dat werd een beetje vol. Dus dan ga ik gewoon even een stukje verderop. Ja, ook in de woestijn. Als je kan zien, een heel stuk woestijn heb ik hier. Nou, het is niet heel groot. Maar dit is groot genoeg om dit ook weer helemaal vol te gaan bouwen. Naast die hele grote huis. Ja. Dus ik ga het hier even ja, een beginnetje maken. Met gladde zandsteen. Dan, en met een normale zandsteen natuurlijk. Dus ja, dan ga ik dat. Vandaag gaan we dat doen. Dan heb ik even nog een paar trappetjes nodig. Ik was hier zo. Ik graafde één zandblokje weg en deze hele stuk. Als je kan zien, dit hele stuk hier, daar heb ik helemaal mijn zandsteen weer opgevuld. Stort in één keer naar beneden. Ik kan het je wel laten zien. Kijk, ik stort in één keer daar naartoe. Ik viel gelukkig in het water. Dus dat viel ook weer mee dan. Maar dat had ik gewoon niet verwacht. Ik haalde gewoon één blokje zand weg, zoals dit, en alles stortte in. Ja. Ik had dit al helemaal klaargezet. Maar ja, dat had ik helaas niet opgenomen. Oké, pak ik een paar trappetjes erbij. En dan kunnen we gaan beginnen, denk ik wel, aan mijn huisje. Hoeveel trappetjes heb ik nou? 16. Nou, ik moet wel iets meer trappetjes. En dan beginnen we aan het huis. En ik denk dat ik even wat zandsteen hier vandaan haal. Dat ik in ieder geval genoeg zandsteen heb. Voor nu. Hoop. Het wordt een beetje donker hier. Heb ik een fakkel? Ja, ik heb één fakkel. En ik heb de Eindedraak heb ik eindelijk kunnen verslaan. Dus ik heb mijn Elytra heb ik kunnen bemachtigen. Daar ben ik wel heel blij mee. Dus ja, die heb ik hier in mijn Ender Chest. Heb ik mijn Elytra en wat shulkerboxen. Hier zijn ook al twee shulkerboxen. Dat is altijd handig. Die kan je altijd meenemen. Kijk, ik heb hier ook nog een paar trappetjes. Hoppa. Neem ik ook gelijk even mee. Zo. En dan gaan we in principe gewoon, ja, zo bouwen, denk ik. Ja. Oh, ik had die andere dingen ook moeten meenemen. Mijn bamboe dingen. Ja, die. Die bamboe dingen had ik mee moeten nemen. Dus dan doe ik hier nog één. Ja. Eén, dan komt hier gladde zandsteen. 1, 2, 3. Dan komt hier een trappetje en dan komt hier nog een blok. Oh, maar wel een normale blok. En zo. En dan komt hier onder weer een trappetje. Nice. Oké, dan hebben we dit zo mooi gemaakt. Ja, nice. Oké, dan gaan we gelijk even dit invullen. Ik denk. Nee, hier zo. 1, 2 en 3. Oh, ik heb geen hakbel meegenomen. Oh, Tito, Tito. Zo, en die komt dan. 1, 2 daar. Even zo. Hoppa. Oké, dan maken we die eentje hier naartoe. Hop. En dan. Vullen ik dit zo mooi in natuurlijk. Dan ga ik hier gladde zandsteen. 1,
2 en 3. En dan doe ik hier, denk ik, of niet. Nee, dan doe ik hier een blok. En dan ga ik hier weer de hoek om, zeg maar. En dan haal ik die even weg, zo. Maar we gaan eerst even slaapie doen. En ik zal een paar fakkels nog extra gaan plaatsen. Want anders komen al die mobs op me af. En ja, dat vind ik ook niet echt fijn natuurlijk. En zo. Kijk hoor. Kijk, dan heb ik hier 64 fakkeltjes. Lekker bezig. Zeker hier, want hier, dit was net helemaal ingestort. En dan heb ik eigenlijk geen fakkels teruggeplaatst. Dus dan plaats ik hier gewoon even een paar fakkeltjes bij. Hoppa. Oké. Die bouw ik zo. En dan komt daar komt dan één blokje. En dan bouwen we hier nog een blok. En dan doen we even daar één. Dan twee. Dan drie. Dan krijgen we hier nog een blok. En dan wordt hier 1, 2, 3 met zo'n blok. Daar zo. Ja, dan slaan we 1 over. Eentje komt daar. Dan hebben we hier 1 over. Die komt dan daar. Die komt dan daar. Zo. En dan hebben we hier mooi donkere eikenhout. Die plaats ik dan daar in het midden. Maar dan moet ik hem even zo. En die komt dan zo. Die halen we weg. Ik wil even heel subtiel doen natuurlijk. Anders pop. Dan haal ik alles weg dadelijk. En dat is ook weer niet de bedoeling. Kom ik erbij? Nee. Ik kom er net niet bij. Dus dan plaatsen die gewoon zo. Hoppa. En die doen we dan zo. Nice. En dan komt daar nog een plaat bovenop. Maar dat doe ik later wel. Dan doe ik 1, 2 en 3. Zo, dan komen hier twee deuren dadelijk. Die zal ik zo bovenop plaatsen. Oh. Daar en daar. Daar en dan. Die komt daar zo. En misschien is het wel leuk om. Oké, ik ga echt een hakpas over halen. Om dit dan hier 1, 2 te doen. Nice. Dat vind ik wel een geslaagde actie, laat maar zeggen. Zo. En dan gaan we naar de zijkant toe. Oké, de zijkant doe ik ook weer met zandsteen. 1, 2, 3. En die komt dan daar zo. Dan doe ik in principe hetzelfde als aan de andere kant. Dus dan heb ik hier 1, 2, 3, 4, 5 blokjes. Een gat van 5. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Hoppa. Oké, zo. Dan heb ik hier gladde zandsteen. Die komt dan hier zo. 1, 2 en 3. En een blok. Dus dat is 1 overslaan. En dan 1 overslaan. En zo. Plaats even mijn blok hier achter. Oh, dat was 1 te veel. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Want die plaatsen we gewoon weer terug. Nice. En die doen we dan zo. Die kunnen we ook weghalen. Hoppa. Maak ik even een paar zandstenen plaatjes. Oké, 6. Nou ja, doen we nog even een paar. Ik kan er nooit genoeg hebben natuurlijk. Hoppa, dan heb ik er 18. En zo. Dan hou ik hier ook nog even een deel weg van het zand. Misschien zoiets. Ja. Hoppa. Dit is wel een mooi stuk. 1, 2. Oh ja, zo.
Volgens mij heb ik nu één te veel gedaan. Maar dit is wel mooi eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. Dan maak ik hier gewoon een raampje van twee. Van ja, van twee erin. Hoppa. Ofwel van drie. Zo, dan gaan we weer naar de andere kant toe. En dan doen we in principe hetzelfde. 1, 2, 3, 4. En dan komt hier dan gladde zandsteen. Zo, ja, nice. En dan kunnen we hier 1 en hier weer 1. Plaatsen weer twee blokjes. En dan hier 1 daarachter. Zo. En dan weer met de donkere eikhout. 1, 2. Hop. En die komt daar. Nice. Oké. Even wat gladde zandsteentjes maken. Aan deze kant. Nee, gewoon deze. Gladde zandsteen. Nu heb ik er. Ja, 48. Dat zou wel even genoeg moeten zijn. 1, 2, 3. En dan hier weer een normale. Die haal ik even weg. Nee, dat is zand. En dit is zandsteen. Hoppa. Zo. 1, 2. 1 en 2. Lekker bezig. Dan ga ik die naar achteren trekken. Dus dan komt die hier. En die komt dan daar. Die komt zo. Maak hier een gladde zandsteentje weer. 1, 2 en 3. Een zandsteen bovenop. Oh. 1, 2, 3. En zo. En dan deze ook weer. Maar deze trek ik wel even door. Zo. Oh. 1. 2, 3. En dan bak ik hier weer de gladde zandsteen. Dan heb ik hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, en dan komt hier, die komt dan daar. En dan heb ik hier 1, 2 en 3. Nice. Hetzelfde aan deze kant. Een, twee en drie. En die komt dan daar zo. Lekker bezig. Want dit wordt zeg maar een hoek. Oh. Die komt daar. Daar en daar. En dan ga ik dit hele dorp, ga ik zeg maar. Ongeveer zo bouwen zoals ik er nu aan het bouwen ben. Natuurlijk ook met andere variaties erin. Maar dit wordt ongeveer ja, het dorp. De stijl van het dorp, zeg maar. Zo. En dan, oh. Pak ik daar weer de zandstenen trappetjes. Die plaatsen we gewoon mooi daaronder. Die is niet goed. Daarheen en daarheen. En ik denk dat ik voor de even glas ga. Ik had hier had ik nog een paar keien. Altijd even twee overtjes. Lekker makkelijk. Gaat het twee keer zo snel natuurlijk. Zo. En die komt daar en die gaat daarin. Zo, dan is dat even aan het bakken en braden. Oh, wat doe ik nou? Zo. Die komt dan daar zo.
Daar zo. En die gaat daar bovenop. Hoppa. Heb ik hier nog wat gladde zandsteen. Dan doe ik 1, 2, daar en daar. Dan wordt dit zeg maar hetzelfde als ja, gewoon een dakje erbovenop. Zo. Dan pakken we daar de zandsteen. Oh. Die plaatsen we zo. Die komt daar en die komt daar naartoe. Ook weer met de trappetjes. Daar, daar. Komt daar en die komt daar zo. Dan is het misschien leuk om hier dan even een plaat neer te zetten. Daar had ik al een plaat. En dan hier even de blokken achter zetten. Zodat ik dan makkelijk die andere donkere eikenhouten blokken er tegenaan kan zetten zo. Hoppa. Die komt dan daar zo. Die komt daar. En die komt hier zo. Hoppa. Zo. En dan doe ik deze weer met zandsteen mooi dichtmaken. Dan plaats ik hierop even een paar fakkels, zodat dit wat lichter is. Hop. Hoppa. Anders heb je hier zo'n donkere hoek. Dat is ook niet mooi natuurlijk. En zo. Even slapen. En dan is het huisje in principe alweer ja, bijna af. Het is echt hard gegaan. Maar donkere eikenhouten platen nog even maken. Zo. Die plaatsen we dan zo mooi erbovenop. Oh ja, ik had gelijk even die dingen mee kunnen nemen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Nee, of ik doe zo. Of ik doe zo. Nee, ik doe gewoon zo. Ja, die hou ik weg. Hoppa. Zo. Maken dit mooi helemaal dicht. En die komt dan daar zo. En die komt hier zo. Hoppa. Zo. En deze kant ook. Mooi helemaal dichtmaken zo. 1, 2. Ja. Dan bouw ik hier een ladder naar boven toe. Zodat dit hier ook mooi één geheel wordt. Zo. Die komt daar, daar en daar. 1, 2 en 3. En 1, 2. 3. Hoppa. Hou even weg. Zo. Dan heb ik genoeg donkere eikenhout. En dan. Nee. Plaats ik daar gewoon mooi een gladde zandsteen. Ja. Nice. Oké, dan is dit ook weer gebeurd. Dan
plaats ik hier nog even trappetjes om het mooi af te maken zo. Kom ik daarbij? Ik denk het niet. Ja, ik kom er net bij. Dat is mooi. En daar zo. Nice, want dan krijg je dit mooie huisjes. Ja, ik vind het al heel wat worden. En dan plaatsen we de glas erin. Van die glas maken we een aantal ramen. Dan heb ik 32 ramen, dat is meer dan genoeg. En even een paar ladders. 6. Ja. Dat moet ook wel genoeg zijn. 6 ladders. 1, 2 en 3. Hier zo. Eentje. En hier komen dan twee deuren in dadelijk. Nee, weet je wat? Ik maak dit gewoon dicht. Hoppa. En dan plaatsen we hier de eikenhouten ladders. Naar boven toe. Zo. En die plaatsen we zo mooi daarin, daar. Daar en daar. Nice. Kunnen we hier nog een fakkeltje plaatsen? Tuurlijk, hoppa. Zo. En dan halen we even de vloer weg. Of de ondergrond, hoppa. En dan kunnen we deze ook invullen met gladde, nee, gewoon normale zandsteen. Gladde zandsteen mag ook. Hoppa. Dus de bovenkant is toch hetzelfde als de normale zandsteen. Daar en daar. Hoop. Die komt dan daar zo. Plaats ik hier overal even een fakkel op de hoek. Dus krijg je zo'n donker huis. En dat willen we ook niet natuurlijk. Die gaat kapot. Daarin. Daarin. En ho. Nice. Een paar deurtjes. 3 deuren. Hoppa. En die komt daar en die komt daar. Nice. En dan was dit, ja, het huis en gelijk de aflevering alweer. Ik zal dit toch even een beetje zo maken. Hop. Dat ik hier de doorgang heb naar dit gedeelte. En dan kunnen we hier de volgende aflevering, ga ik nog meer maken. Ik zal ook even wat bosjes meenemen of wat bladeren, zodat ik er tegenaan zet, zodat het ook weer een mooi kleur heeft. En dan wordt het gewoon één grote village. Ik zou zeggen, geef de blauwe duimpjes omhoog. Abonneer mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zou ik zeggen, laters!